Muziek is niet weg te denken uit het leven van singer-songwriter Lisette Horsten. Haar muziekcarrière heeft periodes gekend van veel veranderingen. Maar één ding heeft ze altijd erg belangrijk gevonden: zichzelf blijven. Wij spraken met Lisette over haar muziek, haar nieuwste album en haar toekomstdromen. Ik vond als kind muziek wel leuk, maar ik zag het niet als een mogelijkheid voor een beroep. Want bij ons thuis was meer tekenen en kunst was wel een mogelijkheid. Dus dat vond ik ook heel leuk. Dus dat is het eerst geworden. Toen heb ik voor mijn hobby wel muziek gemaakt als tiener, maar daarna werd het pas wat serieuzer. Dat was na mijn eerste opleiding als tekendocent. Daar heb ik wat gefreelanced en ook een tijdje niks gedaan, even werkeloos geweest. In die tijd ging ik wat serieuzer muziek maken. En toen begon in 1999 de Rock Academie in Tilburg. En toen dacht ik van ja, ik ben al bijna 30, ga ik nou weer studeren? Maar geïnspireerd door een vriendin die iets ouder was dan ik en die wel toelatingsexamen deed, heb ik dat ook gedaan. En wat is de belangrijkste reden voor u om muziek te maken en te schrijven? Ik denk omdat muziek mijzelf heel erg raakt. En dan merk ik op een gegeven moment dat ik dat ook heel leuk vind om te maken. Ik denk dat er bij mij wel echt een verhaal in zit. Ik schrijf wel verhalende teksten. Ik vind de tekst ook heel belangrijk. Dat de teksten kloppen, dat die ergens over gaan. En omdat ik zelf singer-songwriter muziek maak, luister liedjes, wordt er ook veel naar teksten geluisterd. Dus het verhaal vind ik wel belangrijk. Ik merk dat ik het meeste schrijf over relaties. Het kunnen liefdesrelaties zijn of vriendschappen of relaties tussen mens en God of het hogere, tussen kind en ouders. Dus ik merk dat dat het meeste thema is in mijn liedjes. When darkness closes in on me, you're always on my side where we ever last, longer than a lifetime. Waar haalt u inspiratie vandaan voor uw muziek? Ik luister naar heel veel verschillende muziek. En omdat ik singer-songwriter ben, denken mensen dat ik de hele dag naar Bob Dylan en Joni Mitchell aan het luisteren ben. Maar dat is niet het geval. ik luister naar akoestische muziek, maar ook heel veel naar rock en van alles. Qua tekst is het vaak gebaseerd op eigen ervaringen, ja. Ja, soms een beetje vermengd of een beetje groter gemaakt. Maar veel vanuit mijn eigen leven, ja. Ik las dat in 2015 uw laatste EP is uitgebracht. Hoe was dat proces? Dat was een heel heftig proces. Ja, ja. Daarvoor was ik door allerlei omstandigheden en ook door ander werk heel weinig bezig met mijn eigen muziek. En ik was aan het denken van hoe ga ik daar weer mee beginnen? Je moet een soort van doel hebben of reden om daar weer mee te beginnen. Ik zag door de boom het bos niet meer, laat ik zo zeggen, van hoe moet ik dat aanpakken? En toen kwam dit op mijn pad, die mogelijkheid om met die mensen daar iets op te nemen. Dat heb ik toen aangegrepen eigenlijk. En dat is een soort nieuwe start geweest voor mij. Heeft u ook nog plan om binnenkort een nieuw album uit te brengen? Ja, daar had ik eigenlijk dit jaar al mee willen beginnen. Maar er zitten maar 24 uur in een dag. Dus, en samen met andere werkzaamheden is dat er niet van gekomen. Ik ben er nou weer mee bezig met wat voorbereidingen. Dat gaat de komende tijd, winter en voorjaar, gebeuren. I know you never let me down, but where are you gonna take me now? Can I put my hand in yours? You can do just anything, you can make time turn around. I just like having you around. Ik las dat u ook muziek maakt op ceremonies zoals bruiloften en uitvaarten.
Ja, dat doe ik onder de naam Cotton Rose. Daar heb ik speciaal ook een andere naam voor gekozen. En ja, het is natuurlijk wel heel erg Lisette ook, maar ik vind het belangrijk dat er een andere naam op staat. Dat doe ik nu ongeveer een jaar of 10. Ik ben begonnen als gitarist, begeleiding voor een andere zangeres. En die hield er toen mee op en toen heb ik het zeg maar overgenomen. En ik heb mijn eigen draai aangegeven. En ja, ik vind het heel mooi om te doen. En daarnaast is het natuurlijk gewoon mijn inkomen. Het is mijn commerciële tak van mijn beroepspraktijk, zou je kunnen zeggen. Ik las dat u ook muziek les geeft. Doet u dat ook al lang? Daar ben ik mee begonnen, zo aan het eind van mijn opleiding. En ik doe dat nu alleen nog thuis. Ik heb ook afgelopen jaar ook zangworkshops gegeven, ook op locatie. Dus voor bedrijfsteamuitjes en dat soort dingen. En inmiddels ook gitaar voor beginners en ukulele voor beginners. Doe ik nou ook bij. Ik vind het leuk sowieso om mijn eigen kennis over te dragen en te zien dat iemand dan groeit. Dat iemand plezier heeft in iets te leren. Wat zou je nog graag willen bereiken op muziekgebied? Mooie muziek maken. Ik wil heel veel dingetjes nog leren. Dus het stomme is dat hoe meer je weet, hoe meer je erachter komt wat je nog niet weet. Dus ik wil nog heel veel leren op het gebied van zelf opnemen en mezelf produceren. En iets verder dan alleen de singer-songwriter liedjes. Misschien samenwerkingen met andere soort muzikanten. Hoe zou je jezelf omschrijven als artiest? Ik denk dat ik het sowieso heel dicht bij mezelf hou. Dat ik geen rol speel. Ja, heel Lisette. Gewoon, what you see is what you get. Mm-hmm.